Gezellig. Leuke avond. Ook dit keer hebben we weer een paar gewone, opwindende, opmerkelijke fragmenten gevonden. En de teams hebben van tevoren de tijd gehad om het materiaal van een nieuw jasje te voorzien. Fris, grappig, origineel. Je weet nooit waar ze mee komen. Ze bieden tegen elkaar op om de beurt te krijgen. Het blijft altijd Link, want ze weten natuurlijk niet van elkaar wat er bij een bepaald fragment verzonnen is. En ook het publiek moet alert blijven, want zij beoordelen het met een cijfer tussen de 1 en de 5. Om de verwarring nog verwarrender te maken, heeft elk team zijn eigen geluid. Sil, laat even horen wat jouw geluid is. Read my lips! Dat is een heel leuk geluid. Johnny, wat heb jij in huis, jongen? Laat eens wat horen. Read my lips! Ja. Nou, mensen liggen gevouwen nu thuis. Deze fragmenten kunnen we vanavond verwachten. U ziet hier een opname van Caroline Kaart in de woning. Het Nederlandse elftal toen de boertjes nog op het veld stonden. Dit is Frits Bolkestein die zijn eigen make-up heeft gedaan. Dit is een hele kostelijke amusementshow van de Tros. Dit is een Japanse waarzegger, geloof het of niet. Dit is een journalist attack op kalkoenen. En dit is de onbevlekte president Reagan. Er is één iemand in het publiek die het begrijpt. Hallo, mam. Het eerste fragment is altijd leuk, is van het Nederlands elftal. Jongens, kijk goed. Nederlands elftal. Eva, Lucy, Lu, Si. Ik weet wel iets van voetbal. Lu, Si de Lange. Tweede. Lu. En van drie. Jongens, we gaan even snel de ronde spelen. Sil. Ja, wij dachten voor... Drie? Laten we drie punten doen. Drie? Drie hele drie punten. Punten? Ja. Drie punten, ja. Ja, ja, ik denk dat het enige wat ik kan verzinnen is om Bill van Dijk na te doen. Maar dan kan ik die mensen thuis niet aandoen natuurlijk. Heel collegiaal ook dit. Ik zing niet, kerel. Komt niet van mij, hoor. Oké, je gaat er niet overheen? Nee, ik ga er niet overheen. Oké, voor drie punten, dames en heren. Het team van Sylvia Millekamp. Bovenop het Nederlands elftal. Nou, mevrouwtje, bekijkt u deze heren heel aandachtig en vertel of de verdachte ertussen staat. Nou, nee, deze is het niet, want het speelde zich af in een vliegtuig, dus hij kan het niet zijn. Oh, dit is, nou, dit is meer de stand-in van Pinocchio, nee. Dat is die grote, nee, die was te groot, dat is, nou, nee, nee, die is het niet. Nee, nee, deze is het zeker niet. Nee, dat is, nee, dat jonkie was het ook niet. Hé, hey, is dat Read My Lips? Hey. Nummers 9, 10 en 11, zeg eens wat. Hij ja. Lijkt erop, nee. Nee, Flappy is het ook niet. Ja. Maar die hij is het! Ja. Hij is het! Ja. Hij heeft mijn boekje Spaans voor beginners gepikt! Hij heeft het gedaan! Bovendien heeft hij de bal van de zand en let het gewoon. Jawel, ja. Ja. Ja, geestig, ja. Hij is geestig, hij is geestig. Ik had persoonlijk wat meer verwacht van jullie, maar we zitten in het begin van het programma. Ja, ja, en bij Kluivert bedoel je... Ja, ja, nou, inmiddels heeft het publiek op de knoppen kunnen drukken. Het publiek is erg rumoerig vanavond. En ik ben heel benieuwd wat zij besloten hebben. Laat de lampjes maar komen. Ja, drie. Ja, drie lampjes. De thee komt. Voor de verwarring even weg te nemen. Drie lampjes branden, drie punten ingezet. Dan blijven de punten bij het team van Sylvia Millekamp. Jawel. Ja. Het volgende fragment is heel erg leuk. Zeg hallo. Ja, we staan hier. Het is nog niet te geloven. Het lijkt wel het praathuis, zeg hier. Wat zie je nu? Jawel. Ja, lieve Peppers, kinderen. Het is toch niet te geloven. Hallo. Zit hij erin? Hij zit erin. Niet te geloven. Ja. Ja. Het is wat, hè? Het volgende fragment, dames en heren, is een kostelijk amusementsprogramma van de Tros. Vlieg er eens uit. Zo. Ja, wie kent het niet? Dat is heel duidelijk. Jongens, je mag drukken als je het leuks weet. Er zijn hele mooie sprongen gemaakt. Ja, ik heb hier niet. Read my lips. Team van Johnny. Read my lips. Read my lips. Ja, rustig maar, jongen. Rustig maar.
Vertel het, John. Hoeveel punten? We gaan... ja, ze willen ook natuurlijk... Dan gaan wij voor vier. Jullie gaan voor vier. Ja, ja. Jullie, ja. Silvia? Nee, daar ga ik niet overheen. Jullie gaan er nu op in? Nee, dat doen we niet. Laat John het maar eens zien. Dat is goed. Oké. Laten we het... Gewaagd, dit wordt gewaagd. Ja, het is een heel vaag. Het is namelijk al een grappig fragment. Ik kan me niet voorstellen. Ja. Ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan maken. Dames en heren, jullie gaan het wel met z'n drieën doen, hè? Ja, was wel van plan. Toch? Oh, nou, dat komt er even leuk goed uit. Komt leuk goed uit. Fragment, een kostelijk amusementsprogramma van het ROS. Vliegen en reizen uit. Dames en heren, welkom bij ons eerste en waarschijnlijk laatste programma voor wanhopige mensen. Stap er eens uit. Is dit je eerste zelfbepoging? Nee, ik ben al overal voorgesprongen. Voor de trein? Ja, maar die kwam te laat. En vrachtwagens? Ja, autoloze zondag. Dit is allemaal al doorgezaagd? Ja, van de gamma, ja klopt, inderdaad. Ben je zenuwachtig? Ja, best wel. Zou natuurlijk zonde zijn als het nou weer niet lukt, hè? Ja. Nou, ga je gang, maak er een eind dan, hè? Ja, doei. En zelfmoord is kijk. Ja, dat is nou jammer. Hij komt weer boven. Maar dit is dus een mislukte poging van deze suicidale deelnemer. Nou, eigenlijk heeft mevrouw me opgegeven, want ik wou eigenlijk zelf helemaal nog niet. Maar ja, dit is vreselijk spannend natuurlijk, want eigenlijk wil ik al jaren een eind te maken. Maar ja, ik kom er niet tussen. Ik kom er gewoon niet tussen. Ja, dames en heren, ik denk dat we hier een kandidaat hebben die inderdaad er een einde aan gaat maken. Hij komt er even boven, maar de jongens drukken hem weer beneden. Dit was de laatste keer dat hij zagen uitdoet. Ja, ja. Oh. Ik heb hem gegeven. Ja. Ja. Nou, ik moet zeggen, hij was heel erg geestig. En Lucy, je hebt een hele volle, lekkere... Wat is er? Is er iets mis? Ja. Wat u ook moet weten, dames en heren, dat Lucy heel veel tekenfilms inspreekt. Nou. En dat was in 19... Nee, jongens, gaat dat meen ik niet. Ik ben heel benieuwd wat het publiek ervan vond. U heeft inmiddels op de knoppen kunnen drukken. Laat de lampjes maar branden. Ja! Vier punten voor het team van Johnny, jawel! Ja, ja. Ja, jullie moeten bijblijven. Hè? Je moet er even bijblijven voor het beste resultaat. Dames en heren, het volgende fragment is van een zeer persoonlijke vriend van mij. Ik ken hem al jaren. Ik kan goed met hem door de bocht. We spelen samen regelmatig een potje golf. Zingen doe ik met zijn collega, Annemarie. En hij heeft vanavond voor het eerst zijn eigen make-up gedaan. Frits Bolkestein. Nou, als ik terugkijk, als ik terugdenk aan de formatie... Ja, dat is een inkopper, jongens. Daar moet je gelijk op kunnen drukken, volgens mij. Voor zijn blote... Read my lips! Read my lips! Oh. Read my lips! Is hij snel? Wat is iemand snel? Ja, kijk. En hij is gek op die knop. Ja. Ongelooflijk. Ik hoor hoop in je stem. Nou, sorry schat, dat was je de laatste paarde. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Hey. Fijn om te weten. Voor hoeveel punten? Voor hoeveel punten? Mijn nervositeit, ben helemaal van me apropos. Oh. Hoeveel punten? Durf ik het voor drie? Hoe gek van dat knopje. Ja. Pas je op. Ja, had je niet gedacht, hè? Ja, het is automatisch. Ja, wacht, heel even, 5. Wachten. 4, 5, je kan het met 5 tellen. Pas je op dat je niet vergist. Ja. Dan gaan we op voor 5, toch? Want dat mag toch wel. Dat doen we wel. Voor 5. Dan gaan we ook voor 5. Alle 2 voor 5. Oké, okay, nou, bij hoge uitzondering dan. Want degene die het leukste is, krijgt de 5 punten. En dat bepaalt het publiek natuurlijk, want we kunnen niet verder dan 5 lampjes. Dus ik zou zeggen, team wat voor staat, gaat als hoog. Eerste. Johnny. De lat ligt hoog. Oké. Oké, Frits Bolkestein, dames en heren, let op. Ik zie het als een kooigevecht. Ik sla Kok lachend weg. Maar in ene staat dan de Jorritsma, die glasbak in een jurk voor me. Die geeft me van huis uit een beuk. Ik denk, paars 2, het zit niet mee. Jemine, VVD, hola de J. Ik doe niet meer mee. Zo is het. Ja. Nou, je merkt dat ze liggen in een deuk. Ja, Tycho gaat het doen. Oh, jij gaat het doen? Ja, die Tycho, dames en heren, die moet u in de gaten houden. Dat is een talent, jongen. Tycho Gernand als Frits Bolkestein. Nou,
buitenlanders en potnat. Krijg gisteren een buik voor mijn bek van een of andere vage Zwitser terwijl ik mijn dure Marokkaanse horloge had. Zegt die agent, nee, u zult waarschijnlijk bedoelen, die Marokkaan heeft uw Zwitserse horloge gehad. Ik zeg, nee, dat zijn uw woorden. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik vond hem op het randje, hoor. Kun je alles hebben in je leven. We gaan even kijken wat het publiek ervan vond. En die hebben inmiddels op de knoppen gedrukt. Ik zou eerst de punten willen vragen voor het team van Johnny Kraaikamp. 3 brandende lippen. Ja, mag best wel verklappen. Ja, hoeveel lampjes gaan er branden voor het team van Sylvia? En dat brengt ons even bij een kleine tussenstand. Het betekent dat het team van Johnny Kraaikamp 4 punten heeft en aan de leiding gaan met 8 punten. Team van Sylvia. Het volgende fragment, dames en heren, is opgenomen in de huiskamer van Caroline Kaart. Druk. Door het team van Sylvia. Ja, wij dachten 3 punten. En 3 punten. Hij is moeilijk hoor, Johnny, 4. Oké. Okay. Ja, langzaam houden. Jullie mogen hem houden. Lucie doet hem. Luus, ga jij hem doen? Ja, ik heb het filmpje natuurlijk van tevoren gezien. En toen dacht ik van, ik haat horror. Ik denk, wat haat ik nog meer? Toen dacht ik meteen, ik haat Candlelight. Dus laten we daar een combinatie van. Je bedoelt van die man van die panties en zo.